shit. Hé, hey, is dat Lange Frans? Ik heb die shit gisteren ook nog gezien, man. Hoezo heb je dat ding op? Het wordt geadviseerd. Door wie? Door de overheid. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat die shit helpt, hè? Tuurlijk wel. Het houdt toch een virus tegen? Het virus? Bro, welk virus, man? Kijk hier. Hier staat letterlijk dat corona komt door 5G. Dat is al lang bewezen dat het een hoax is. Wat? Ik zeg dat het al lang bewezen is dat het een hoax is. Een hoax? Broer, het staat hier! Dus jij gelooft alles wat daar staat? En jij gelooft zeker alles wat de media zegt, hè? Deze man. Neem bijvoorbeeld die Area 51 raid. Allemaal cover-up. Allemaal. De alien base. Wist je dat mijn neef daar ook bij was? Tuurlijk was jouw neef daarbij. Hé, hey, dat niet toch? Wacht. Vertel. Wil je echt weten? Ja. Maar dit blijft tussen ons, hè? Weet je wat mijn neef daar zag? Tupac, Biggie en Elvis. Locked up, vriend. Wat? Zij zijn toch dood? En ik ben degene die de media gelooft? Dat is wat ze willen dat je denkt. Volgens mij gaat dit echt te ver, man. Te ver? En jij noemt jezelf een complotdenker. Dit is nog maar het puntje van de ijsberg. Welke conspiracies ken je nog meer dan? Wat weet je van 9-11? Inside job. Toch? Nee, bro. Aliens. Wat? No way. Yes way. En hoe zit het met de maanlanding dan? Jij gelooft nog in de maan? Illuminati? Ernst, Bobby en de rest. Kijk hier ook Ernst, Bobby en de rest! Is de aarde plat? Als je Pac-Man speelt en je komt aan het einde van de level, kom je aan de andere kant weer terug. En Pizzagate? Die kinderen zaten in de kelder. Onder de kelder. Maar hoe zit het dan met... Gotta go, bro. It's a rap. Bro, nog één ding, man. Je bent niet ready, man. Nog één ding. Tuurlijk ben ik ready. Wil je echt de waarheid weten? Duh. Zie je mij? Kijk om je heen. Zie je deze shit? Snap. Snap? Simulatie, vriend.